Vandaag is het kutweer. Het weer is kut. En alhoewel het echt kutweer is, heb ik toch een lekkere stroopwafel. Jullie kunnen nu natuurlijk altijd denken... Hey, Isit, maar jij hebt geen video gemaakt gisteren. Op je vorige video had je 800 likes. En je had gezegd als 500 likes, nieuwe video. Wel, dat is vandaag ook zo. Als deze video 600 likes krijgt, hebben jullie morgen een gloednieuwe video. Maar ik heb gisteren wel geüpload, alleen een hele vette video, maar niet op mijn channel. Een erg goede vriend van mij, die het channel Gay Play World Excel heeft, had gevraagd aan mij... Hey Isit, heb je geen tijd om een video te maken op mijn kanaal? Ik heb dat gedaan, ik heb een H1Z1 video gemaakt, ik vond hem echt gewoon een goeie. Als jullie hier klikken op de video, dan worden jullie gelinkt naar die video. Kunnen jullie die eens checken, dat is de video van gisteren. Maar wat wij vandaag gaan doen is iets heel erg speciaal. Is het eigenlijk niet speciaal? Ga ik eigenlijk weer gewoon random voorwerpen uit mijn kamer nemen en er een super random video van maken? Ja, dat gaan we doen. Ja, oké. Gewoon omdat ik er zin in heb, ga ik nog eens een andere intro gebruiken, omdat ik hem ook gewoon fucking vet vind. Dus, let's go! We gaan deze video gaan beginnen en voor we aan het onderwerp gaan beginnen. Ik heb geen onderwerp aan. De mensen op Twitter hebben dit waarschijnlijk al gezien. Why the fuck heb ik een headset aan? Het is iets heel kut. Het is heel dom. Het is echt belo. Het is echt over de domme ren. Maar ik ga het jullie gewoon tonen. Dat ziet er heel echt kut uit. Wat is dat? Draadfruit. Tussen de mango en de lychee. Wat tussen de mango en de lychee? Ja, ik zie de nomen voorheen. Draadfruit. What the fuck? Komt aan de mensen? Je moet eerst toedoen. What the fuck is dat? Je moet toedoen, dat is het hoedje. Is dat look? Nee, dat is een fruit. Wat? Een exotische vrucht. Waarom moet je er een hoedje op zetten? Zo is die toe, hè? Ze eten nu fruit tussen een lychee. Mangosteen noemt dat in het Vlaams. Dat is natuurlijk een Latijnse naam ook vergeet. Holy shit. Holy shit, dat is lekker. Dus bij deze een rare fruit. Die ik nog nooit heb gezien in mijn hele leven. Een exotische vrucht. Een enorme bron van vitamine C. Vitamine C. Een mangosteen. De naam. Mango. Steen. Steen. Ja. Mangistan. Bij deze. Ook een nieuwe fruitsoort. Dat was mijn mama. Wat is nu wat ik jullie echt wou tonen? Op school nam ik een fles deodorant. En ik spoot. Deodorant is oksel. Zweetding. En ik spot op mijn arm voor 5 seconden. Ik dacht, 5 seconden is niks. 5 seconden is een 30 graads brandwond. Ik ga het proberen in close-up te tonen aan jullie, maar waarschijnlijk... Ja, kijk. Er is een grote blaar op. En ik heb er geen gevoel in. Ik voel er helemaal niks van. Ik vind het jammer dat ik het niet heb gefilmd. Want eigenlijk is het gewoon zelfverminking. Maar oké, ja. Zoals jullie zagen, kwam mijn mama net gewoon binnen met een stuk fruit. Daaraan zie je hoe fucking random mijn video's zijn. Nu hebben jullie ook weer een keer mijn mama gezien. Hola die. Speciaal voor deze belevenis plakken we een sticker op ons hoofd. Let's go. Holy shit, jullie weten niet hoeveel zin ik heb in de Dutch YouTube Gathering. Wow! Ik heb echt zin in de Dutch YouTube Gathering. Laat zeker weten in de comments of jij komt. Dan kan jij naar mij komen en dan kan jij zeggen... Hey Isit, wil jij met mij op de foto? Dan ga ik zeggen, ja oké, kom maar op de foto. Ah nee, wacht. Camera is kapot. Fucking kut. Oké, ik heb eigenlijk deze camera wel waar ik nog mee kan opnemen. Maar het probleem is, deze camera heeft geen flippable screen. Dus ik weet niet eens waar ik aan het filmen ben als ik aan het filmen zou zijn. Maar ik kan er gewoon proberen een selfie mee te nemen. Ja, ik bedoel, die selfie is ook niet veel te veel ingezoomd of zo. Het is gewoon goeie. Guys, wat hebben we vandaag geleerd? Punt 1. Elk is goed voor elk. Punt 2. Mangosteen is een lekkere... exotische vrucht. Les 3. Spuit geen deodorant lang op dezelfde plek. Les 4. Als je mij ziet op dat YouTube gathering, zeg je... Hey, Isit! En de laatste les. Moet de video liken nu. Like de video nu. Je moet nu de video liken. Nu liken video. Video nu liken. Nu
like een video. Oké, bij deze zou ik zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Laat in de comments weten of ik jou zie op de Dutch YouTube Gathering. Ik vond het leuk om deze video te maken. Dit zijn echt mijn favoriete video's om te maken, speciaal voor jullie. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Doe zeker een duimpje omhoog. Het zou super ziek zijn als wij net als de vorige keer de 1000 likes kunnen knallen op deze video. Deel deze video zeker met al je vrienden. Ik ben Aceit en ik zeg adios, bitches.